dezelfde 22 zijn 11 starters van Genk begonnen ook aan de wedstrijd in Waregem. En die van Sekkelen begonnen ook zo thuis tegen KV Mechelen 0-0. Maar komt Sekkelen toch goed weg. Trezor. Nog eens Cuesta. En nog eens eerst naar de grond. 17 minuten ver. Genk neemt een beetje over. Trezor met de corner. Heine binnen. Buitenspel. Is die bal nog geraakt? Jammer. En dan gaat hij toch even luisteren naar de collega's in Tubeke. Brian Heine die verlengt. Ja, Daniel Munoz. De laatste 5 minuten in van deze eerste helft. 0-0 nog altijd. Zon moet het intussen stilaan gaan opgeven. Op het veld tenminste. Arteaga weer goed. Daar is Heine, daar is Heine, daar is de goal van Brian Heine. Alweer hij, weer tegen Cerkel. En zijn derde van dit seizoen. Maakte er 2 vorige week. Kijk hem eens glunderen. De aanvoerder. En dan breekt Racing Genk toch de band. En hij zet hem goed weg hoor. Buiten bereik van Majeki. Komt hij ingelopen, zet hem diep naar de hoek. Dat is een eerste mislukt fantasietje van El Canous. Oh, knap van Rosowski. En nog eens mooi van Nemeth. Het is vroeg om aan Gallery Play te beginnen, maar het is nooit te laat om te scoren. Anders Nemeth met de tip in. Majeki. Ja, hij heeft zich bezeerd. Mark McKenzie. Denk je. Meteen al met een goede kans. En het schot. En de goal. De gelijkmaker. Olivier de Man. Met de hamer haalt hij uit. Ja, hij is zelf een beetje verrast. Ja, mocht ik wel doorgaan? Jazeker. En hij twijfelde niet. Van Olivier de Man. En dan is de vraag of Maarten van der Voort hier niet mee. Snel combinatiewerk met Trezor en Rosowski. Dat is goed gedaan van Trezor. Nemeth geeft hem mee. Hier is El Canous. En de kans voor Peensel. Legt hem daarnaast. Tweede keer Joseph Peensel binnen de 50 seconden. Niet van de bal te zetten. Heine. Ja, goed gedaan. Munoz, penalty. Twijfel, twijfel, twijfel. Hij geeft hem niet. Hij geeft hem niet. Is hij te gretig neergegaan? Dit lijkt een beetje een schuldig gezicht van Luis Torres. Er is toch overleg, blijkbaar. Ja, gaat kijken. Kevin Van Damme gaat toch kijken. De man die dan Kevin Van Damme afschermt. Ja, ik zei het al, het is geen makkelijke wedstrijd tot nu toe. Meestal, als je dit ziet, krijgen we een penalty. En Brian Heine krijgt de kans om een tweede keer te scoren. Dessers is weg. Bongonda is weg en Onuwachu is nog niet terug. En dus Brian Heine voor een nieuwe voorsprong voor Genk na 11 minuten in de tweede helft. Hij doet het op dezelfde manier rustig. Rechtdoor stuurt de doelman naar één hoek. En Brian Heine is echt topschutter nu voorlopig van Genk met 4 goals. Brian Heine. Ja, dat doet hij goed hoor. Rosowski lost het voor hem op. En die is hem dan kwijt. Ai, een gestrekt been. En er ligt er weer eentje. En er komt weer een counter met Denki. En Maarten van der Voort redt nu wel dezelfde situatie bijna als hij straks. Toen McKenzie die op de grond lag. Einde van de wedstrijd.
De drie punten blijven in Genk. En dus is Wouter Franke een blije coach.